inloggen op Webex. Welkom bij het vierde en voorlaatste fraudewebinar van de FOD-economie. Het onderwerp voor vandaag zijn abonnementsvalkuilen en frauduleuze incassobureaus. Indien jullie tijdens het webinar vragen hebben, kunnen jullie deze rechts stellen bij vragen en antwoorden, de VNA, aan collega Jan Koertmans. En technische problemen kunnen jullie steeds melden aan collega Julie Durieux. Ikzelf ben Jelle van Loo, inspecteur bij de internetcel van de Economische Inspectie. Ik ga het hebben over abonnementsvalkuilen, terwijl mijn collega Maxime Tilmond, inspecteur bij de cel massafraude van de Economische Inspectie, het zal hebben over frauduleuze incassobureaus. Bij beide bekijken we telkens kort wat de praktijk inhoudt, hoe je zulke fraude kan herkennen en voorkomen en wat je kan doen als je toch slachtoffer werd. Wat zijn abonnementsvalkuilen? De naam dekt eigenlijk de lading. Een consument denkt een leuke aanbieding te zien voor een product of dienst, maar blijkt nadien ongewild vast te zitten aan een abonnement. Er zijn diverse vormen van abonnementsvalkuilen. Sommige zijn eerder misleidende en agressieve handelspraktijken, terwijl het bij anderen gaat om pure fraude. Een typisch voorbeeld zijn de gratis staaltjes of proefperiodes die aan de consument worden voorgesteld, meestal voor 1 euro verzendkosten of een soortgelijk laag bedrag. De consument kan dit meestal alleen betalen met kredietkaart. Andere betaalopties zijn er niet. We noemen dit vaak de 1 euro fraude. Waarom? Via een kredietkaart kan men nadien naast 1 euro ook een terugkerend abonnementbedrag laten factureren, waarbij er bijvoorbeeld maandelijks 30, 50 tot zelfs 70 euro van de kredietkaart wordt afgehaald. Die abonnementsinformatie moest men natuurlijk duidelijk vooraf vermelden, maar bij een abonnementsvalkuil houdt de onderneming dit bewust op frauduleuze wijze verborgen. Een zeer frauduleus voorbeeld zijn bijvoorbeeld frauduleuze wedstrijden of valse tevredenheidsenquêtes die zogezegd uitgaan van uw supermarkt of uw internetprovider. Eens ingevuld blijkt u een dure smartphone te hebben gewonnen en moet u opnieuw slechts 1 euro betalen voor de verzendkosten. Na betaling blijkt dan plotseling een abonnement op een dure, onbekende streamingsite, de nieuwe Netflix zogezegd, gestart via uw kredietkaart en betaalt u plots 50 euro per maand. Abonnementsvalkuilen zijn er ook niet alleen digitaal, ook fysiek kan je als consument soms ongewenste goederen opgestuurd krijgen of telefonisch wordt er bijvoorbeeld een gratis proefpakket aan u opgedrongen. Dan wordt ook soms niet altijd kredietkaart gebruikt, maar ontvangt de consument bijvoorbeeld thuis na het doorgeven van zijn adresgegevens plotseling een dwingende factuur om vervolgzendingen te betalen nadat hij eerst een gratis proefpakket kreeg. Of blijkt een aankoop van een smartphone-applicatie bijvoorbeeld plots een abonnement vast te zitten dat gefactureerd wordt via zijn gsm-factuur. Enkele voorbeelden. Om het te schetsen, het is bijvoorbeeld een zogezegde valse enquête die zogezegd uitgaat van Telenet, waar het Telenet zelf ook voor waarschuwt. Na het invullen blijkt je dan voor 1 euro zo'n dure smartphone gewonnen te hebben, door Telenet geleverd, maar die ontvang je natuurlijk nooit. Wel krijg je een duur abonnement op een onbekende streamingsite die ergens in een onbekend land gevestigd blijkt te zijn. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Alias Corporation. In dit geval bestelde de consument een proefpakket thuis voor tandenbleekstrips bij de Letse onderneming Alias. Nadien bleek het een abonnement op dergelijke tandenbleekstrips die 2 wekelijks geleverd werden. Er was geen betaling via kredietkaart, maar in plaats daarvan ontving de consument allerlei dwingende facturen thuis en werd er gedreigd met juridische stappen tegen de consument als hij niet zou betalen. Alias Corporation was actief vanuit Letland in zowat de hele Europese Unie, behalve in Letland zelf, om daar niet in de kijker te lopen bij de lokale autoriteiten. Na Europees onderzoek ontvingen ze in Letland uiteindelijk een boete van 90.000 euro en werden de activiteiten toen prompt stopgezet. Vandaar dat we ook de naam van de onderneming kunnen noemen. Typische producten voor een abonnementsvalkuil zijn gezondheidsproducten. Bijvoorbeeld voedselsupplementen, gewichtsverlies, acne, erectiestoornissen. Soms zien we zelfs mirakelproducten die bijvoorbeeld een oplossing beloven voor ziektes als reuma, gehoorschade ongedaan zouden kunnen maken met enkele oordruppels. Op die manier richt men zich bewust op zwakke consumenten met gezondheidsproblemen. Ook zijn er bijvoorbeeld de betalende gsm-diensten, de wedstrijden, de valse wedstrijden voor dure smartphones of valse online streamingdiensten waar je nog nooit van gehoord hebt. Wat zegt de wet nu over ongewenste abonnementen? Om dat te verduidelijken hebben we een kleine quiz met 5 vragen. U hebt een gratis proefpakket besteld. Nu krijgt u plots een rekening thuisgestuurd voor vervolgzendingen die nadien volgen en blijkt het dus een abonnement te zijn. Moet u nu wel of niet betalen voor zulke vervolgzendingen? Rechts op het scherm kan u telkens antwoorden op deze 5 gevallen.
Het eerste geval. Ik bestelde een proefpakket, maar nergens stond er informatie over een abonnement of vervolgzendingen. Niet in het aanbod, niet in de advertentie en niet in de algemene voorwaarden. Moet u wel of niet betalen? Ik zie niet dat het tijdslimiet al afgelopen is voor iedereen. Ik denk het wel. Alleszins staat er nergens informatie over vervolgzendingen. Dan ging u daar dus niet mee akkoord en hoeft u ook niet te betalen voor deze extra zendingen. Een tweede geval. In een advertentie stond geen informatie over een abonnement of vervolgzending, maar ik zie wel dat het duidelijk vermeld stond in de algemene voorwaarden en ik heb die algemene voorwaarden geaccepteerd. Opnieuw, ik zie dat de meerderheid het juist heeft. Een onderneming mag inderdaad niet enkel in de algemene voorwaarden zetten dat het om een betalend abonnement gaat. Die informatie moet ook vooraf duidelijk bij het aanbod zelf staan, zodat u daar bewust voor kunt kiezen. U moet dus opnieuw niet betalen. Ik zie in dit geval dat toch een meerderheid gekozen heeft dat ze toch zouden moeten betalen. 44, dus de helft van de mensen die het invulden, denken dat ze toch zouden moeten betalen. Dat is dus duidelijk niet het geval. Algemene voorwaarden kunnen tussen ondernemingen worden ingezet, maar tussen consumenten zijn er bepaalde bepalingen van consumentenrecht die bepalen dat het duidelijk aan een consument gepresenteerd moet worden. En van een consument kan niet verwacht worden dat hij zulke belangrijke zaken in de algemene voorwaarden alleen moet gaan zoeken. Een derde geval. Bij het aanbod zelf stond geen informatie over een abonnement of vervolgzending. Maar bij het proefpakket staat wel een brief van de onderneming. Daarin stond dat ik hen moest laten weten als ik niet akkoord ga met vervolgzendingen. Dat heb ik niet gedaan. Wel, een onderneming mag deze informatie niet alleen in een brief bij het proefpakket vermelden, achteraf. Het moet ook vooraf bij het aanbod zelf staan, zodat u er bewust voor kunt kiezen. Opnieuw moet u dus niet betalen en in dit geval had de meerderheid het juist. Een voorlaatste geval. Bij het aanvragen van een proefpakket via internet stond op de bestelpagina een vinkje geplaatst bij vervolgzendingen. Het was dus wel duidelijk zichtbaar. Ik heb het vinkje niet uitgezet en ik kreeg dus vervolgzendingen. Moet ik hiervoor betalen? Opnieuw. Staat een optie vooraf standaard aangevinkt, dan is er geen sprake van een duidelijke toestemming van de consument. U moet zelf kunnen kiezen of u iets wilt. Een onderneming kan dat niet standaard aangevinkt hebben staan. Een onderneming mag vervolgzendingen dus niet op deze manier aanbieden en u hoeft er dus niet voor te betalen.
In dit geval bleek het 50-50 te zijn. De helft dacht dat er moest betaald worden, de andere helft niet. Maar er moet dus inderdaad niet betaald worden. Het is ook typisch bijvoorbeeld in de reissector. Denk bijvoorbeeld een verzekeringscontract of zo dat standaard bij een vliegtuigticket aangevinkt staat. Dat is niet geldig. Je moet zelf kiezen of je een bepaalde optie wil. Een onderneming kan die niet opdwingen. En een laatste geval. Ik ging per ongeluk akkoord met vervolgzendingen toen ik akkoord ging met een gratis proefpakket. Het stond wel bij het aanbod vermeld, maar ik heb het niet goed gelezen. Wel, alleen in dit laatste geval moet u toch betalen. Als de informatie duidelijk bij het aanbod vermeld stond, dan is de verkoop geldig. U hebt een overeenkomst gesloten. Maar misschien hebt u nog wel recht op een herroepingstermijn. Bij online aankopen heeft de consument immers recht standaard op 14 dagen herroepingsrecht, mits uitzonderingen. Ik zie ook dat de overgrote meerderheid hier inderdaad oordeelde dat de consument moet betalen. Dus, wat kan je doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van een abonnementsvalkuil? Wel, pas vooral op met aanbiedingen via sociale media of wedstrijden. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Ook om welke onderneming gaat het juist? Vaak heeft een consument nog nooit van een onderneming of een product of een dienst gehoord. Zoek dus online eerst naar ervaringen met de ondernemingen, het product of de dienst. En vaak zal je dan snel negatieve ervaringen van andere consumenten tegenkomen die je behoeden om erop in te gaan. Wat we ook heel vaak horen bij kredietkaartfraude met 1 euro, is dat consumenten het niet betrouwen, maar dat ze het voor 1 euro toch wel eens zouden willen proberen. Want misschien hebben ze die dure smartphone toch wel gewonnen. En wat kan er nu misgaan voor 1 euro? Dat bedrag kunnen ze gemakkelijk kwijt zijn. Zoals gezegd, volgt op de 1 euro verzendkosten stevast een duur abonnement van bijvoorbeeld 50 euro per maand via de kredietkaart. Of krijgt de consument plots per post ongewenste facturen na het doorgeven van zijn adresgegevens voor zo'n gratis proefpakket. Ook 1 euro kan dus zeer gevaarlijk zijn om te betalen. Pas op met bankgegevens en je persoonsgegevens door te geven. Ten slotte is het een best practice om maandelijks je bankuitreksels en meer specifiek de uitgavenstaat van je kredietkaart te controleren. Ook de gsm-factuur bekijk je vaak best regelmatig. Ook al betaal je deze automatisch. Want tegenwoordig zijn bankuitreksels vaak digitaal en worden ze niet meer op papier verzonden. Dat heeft als nadeel dat consumenten ze vaak niet zo goed opvolgen, zien we. En dat consumenten soms na het feiten meerdere maanden later pas vaststellen dat er kleine bedragen al maandenlang aan het afgaan zijn van hun factuur. Ook, wat als je thuis plots ongewenste facturen van abonnement krijgt en er nooit akkoord ging met vervolgzendingen, zoals we bekeken in de quiz? Dan hoef je natuurlijk niet te betalen. Ondernemingen achter abonnementsvalkuilen dreigen vaak juridisch met procedures indien een consument niet betaalt. Maar in de praktijk zien we nooit zulke procedures gebeuren, aangezien ze het akkoord van de consument natuurlijk niet kunnen bewijzen voor zo'n abonnement. Ook hoeft hij die ongevraagde ontvangen producten niet terug te zenden. Dat is nog eens een mooi voordeel van de wetgeving. Die laat u toe om die producten gewoon te houden. Wel, laat je onderneming best via brief of e-mail weten dat u de geleverde vervolgzendingen niet besteld hebt en dus niet zal betalen. Gemotiveerd betwisten. Ten slotte, is het toch te laat en werden er al bedragen aangerekend? Contacteer dan uw bank in geval van een abonnementsvalkuil via kredietkaart of uw telecomprovider in geval van een ongewenste aanrekening via uw gsm-factuur. Zij kunnen u helpen met het stopzetten van het abonnement en indien nodig, aarzel niet om Cardstop te contacteren bij kredietkaartfraude om uw bankkaart of kredietkaart onmiddellijk te laten blokkeren. Fraudeleuze kredietkaarttransacties die reeds gebeurd zijn, kan u betwisten via mijnkaart.be voor wat betreft Visa en Mastercard. En tot slot, vergeet de feiten zeker niet aan ons te melden via het meldpunt van de FOD-economie. Dat is meldpunt.belgië.be. Indien jullie nog vragen hebben, stel deze dan gerust via de vragen en antwoorden rechts. En nu geef ik het woord graag door aan mijn collega Maxime Tilmont, die het zal hebben over fraudeleuze incassobureaus. Goedemiddag iedereen, ik ben inderdaad Maxime Tilmont.
inspecteur bij Team Massafraude. En vandaag gaan we inderdaad bekijken de fraudeleuze incassobureaus. We gaan in ieder geval beginnen met een inleidende quiz, waarbij we heel kortstondig, heel kortstondig jullie kennis gaan polsen. En voor alle duidelijkheid, want ik zie dat er veel mensen niet deelnemen aan de quizjes, wij weten niet wie of wat antwoordt. Dus wij zien de totaliteit, niet de individuele responsen, dus je moet geen angst hebben voor represailles of dergelijke. Vervolgens de vraag, hè, dus op welke manier kan je nagaan of een incassobureau legitiem is? Er zijn meerdere juiste antwoorden. Nagaan of de onderneming ingeschreven is voor deze activiteiten bij de Federale Overheidsdienst Economie. Nagaan of de onderneming ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Op de website wordt er een privacyverklaring getoond en er staat een weegschaal in de brief, e-mail of sms. Ik krijg daar ongeveer een minuut voor, wat toch wel een uitvoerige vraag is. Seconde. Normaal gaan jullie de antwoorden nu kunnen zien. De juiste antwoorden zijn nagaan of de onderneming ingeschreven is voor deze activiteiten bij de Federale Overheidsdienst Economie. En nagaan of de onderneming ingeschreven is in de Kruispuntbank. Voor alle duidelijkheid, elke onderneming die wilt voor het minderlijk invorderen van schulden, moet ingeschreven zijn bij de Federale Overheidsdienst Economie. Ook buitenlandse trouwens. Dus als er een Nederlands incasso wil invorderen in België, dan moet die ook ingeschreven zijn bij ons. Dat is toch wel belangrijk dat u dat weet en blijft controleren. Ik zie dat er een aantal mensen hebben gezegd, cookies, dat is inderdaad wenselijk, maar dat is dus niet een voorwaarde voor een legitiem incassobureau. We gaan nu ook twee ingebrekenstellingen bekijken. En u moet eigenlijk kiezen welke van deze ingebrekenstellingen frauduleus is. Dus de eerste, ik zal het eventjes zo laten zien, dat u ook de tijd krijgt om het te bekijken. Het betreft een mail van een incassobureau. En ik ga naar de volgende. De volgende bestaat uit twee pagina's. Het is van een gerechtsdeurwaarder die een minderlijke invordering doet. En de tweede pagina is dit. Voilà, je krijgt hier ook één minuut voor. Ik weet niet of het te snel was. Ik kan u niet horen. Dus ik ga ervan uit dat je alles ongeveer hebt kunnen zien. Ik moet dit 100% juist zijn. Het is geen examen. Nog 10 seconden. Voilà, de quiz is gestopt. Het juiste antwoord is, de eerste aanmaning is frauduleus, maar ook de tweede kent zijn fouten. Dus zowel de tweede is eigenlijk niet 100% correct. Ik ga die heel eventjes kort bespreken. Dus hier gaan we terug. Nu, wat zien we hier in eerste instantie al? Het is geen ingebrekenstelling. Een ingebrekenstelling kent verplicht het woord ingebrekenstelling. Dat is eigenlijk heel simpel. En bijvoorbeeld, het is eigenlijk onmogelijk om vast te stellen over wat de schuld gaat. Hè? Dus hier is een factuurnummer. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen op basis daarvan niet echt kunnen vaststellen wie dat schuldeiser is. Dat is een fout die men daar heeft gemaakt. Men zegt eigenlijk gewoon, u moet betalen, vervolgens ook nog eens binnen de 3 dagen. Terwijl het toch wel wettelijk bepaald is dat het 15 dagen is dat u tijd moet krijgen.
Sowieso, dat kunnen jullie nu niet, maar zijn ze niet ingeschreven bij de Federale Overheidsdienst Economie. Je wordt ook goed gedreigd wat betreft beslagleggingen op je salaris, uitkering, uw huis, inboedel en auto. Dat is uiteraard natuurlijk om ervoor te zorgen dat u emotioneel wordt en het zou betalen. Dus men probeert hier vooral op de emotie te spelen. En hier hebben we wel een aantal gegevens van de incasso, die uiteraard gecasseerd zijn, maar dat is ook niet voldoende. Wat men ook nog doet, is zeggen dat de website ter beschikking staat en dat u daar ook informatie op kan vinden. Dat is ook een gekende truc. We zullen ook nadien nog een website bekijken, een voorbeeldwebsite, om toch vast te stellen dat men probeert vertrouwelijk over te komen en vertrouwen te creëren, maar dat eigenlijk niet lukt. Het op zich gebruiken van een Nederlands betaalnummer, zoals u hier ziet, zou kunnen, maar men moet ingeschreven zijn in België. Dus het is wel vreemd. Dan de volgende pagina, dat is dan een gerechtsdeurwaarder. Hier staat behoorlijk wat meer informatie op, maar er staan toch nog altijd fouten op. U ziet hier een dossiernummer, u ziet hier duidelijk de schuldeiser. Voilà, dus dat is al één grote belangrijke. Wat er nog belangrijk is, dat de medewerkers bereikbaar zijn. Dus men doet hier effectief een poging om in contact te komen met u. Dat is op zich geen verplichting, maar dat duidt wel op het feit dat men de schuld wilt invorderen. De tweede pagina is eigenlijk veel interessanter. Namelijk, hier staat, deze brief heeft een middellijke invordering en geen gerechtelijke invordering. Dat is een verplicht iets voor ministerieel ambtenaren, deurwaarders en advocaten. Dus dat staat er correct op. Bij de vorige was dat niet het geval. Bovendien staat hier ook de volledige identiteit van de schuldeiser op en van de invorderaar. Dus beiden zijn verplicht aanwezig. Als ook de informatie rond de Federale Overheidsdienst Economie. Dus die moeten er eigenlijk altijd op staan. Wat is hier nog fout aan? Enerzijds staat ook wederom geen ingebrekenstelling op het document. Dat is redelijk relevant. Bovendien, als we hier in de opsplitsing van de schuld eigenlijk gaan kijken, zien we dat er een aantal rare zaken zijn. Enerzijds is het schadebeding hoger dan de hoofdsom, bijzonder, maar ook inlichtingen en inningsrecht worden gevraagd. Nu, dat zijn twee kosten die eigenlijk alleen maar in een gerechtelijke procedure gevraagd kunnen worden. Dus heel vreemd dat in een middellijke procedure deze kosten worden aangerekend. Dat mag ook niet. Bovendien, die aanmaning wordt dan bovenop nog eens gevraagd bij de schadevergoeding. Er komen wel veel kosten bij en eigenlijk is dat niet oké. Dus ook hier, ondanks het feit dat het een legitieme deurwaarder is die aan incasso doet, zijn daar fouten. En nu gaan we verder. Dit is eigenlijk een voorbeeld van een fraudeleus reisbureau. Nu, waarom laten we dit ook zien? Is eigenlijk heel vaak gebeurt het dat u op voorhand wordt gecontacteerd, bijvoorbeeld een reisbureau, dat u dan vervolgens een mail in uw spam krijgt. En u dan een jaar nadien bericht krijgt van een incassobureau met de boodschap, u bent toen akkoord gegaan. Dus het is gekend, een jaar op voorhand krijgt u een telefoon met een aanbod, men zal u dan de informatie per e-mail versturen en u geeft er eigenlijk gewoon geen gehoor aan, of dat komt in uw spambox, of u hebt het zelfs gewoon nooit ontvangen, u bent zelfs nooit gecontacteerd geweest, dat kan ook. En dan na een jaar gaat men eigenlijk het incasso inschakelen. En waarom zien we dat men dat doet? Is eigenlijk om een soort van twijfel te creëren. Dus als u plots na een jaar toch nog die factuur in uw mailbox vindt, dan gaat u eigenlijk twijfelen. En dat is eigenlijk de bedoeling, want als u twijfelt, bent u ook bereid te geloven, of in staat dat te geloven dat u dat ooit misschien vergeten bent. En dat is het doel daarvan. Nu, die website die werkte effectief. En als je dan op die website kwam, het eerste dat je zag was een pop-up bericht van Gert Verhulst met de boodschap om te investeren in bitcoins. Dus dat is ook wel al een signaal dat het toch niet 100% kosher is. Maar toch, er zijn mensen die het graag geloven. Maar zo'n website ziet er op zich wel oké uit. Hier zien we een voorbeeld van een fraudeleuze incasso. Ja, dus de eerste pagina van de website is op zich niet veel vreemd aan. We zien hier uiteraard de fameuze weegschaal die altijd aanwezig moet zijn op die fraudeleuze website. Dat is frappant. De meeste van die links werken niet trouwens, maar vooral het tweede deel van de pagina is fantastisch. Enerzijds zeggen ze geven leidinggeving is een vak op zich. Dat is uiteraard heel fijn, maar wat dat dan met die kassa te maken heeft, weten we niet. Zij kunnen ook uw belasting doen.
ook heel fijn, maar wederom heeft dat niet veel te maken met incassos. En hier lezen we, Deurwaarders is een professioneel incassobureau met jaren ervaring, wat op zich ook vreemd is dat je een incassobureau bent met de naam Deurwaarders. Hier staat dan ook nog eens een rare zin, het is niet uitputtend, omdat we door onze ervaring begrijpen niet goed waar dat naartoe moet gaan. Maar u ziet op die website, daar staan eigenlijk heel veel vreemde zaken op, maar het valt ons ook op uit de meldingen die we krijgen, dat heel veel mensen daar niet direct in zien. Zij krijgen een bericht binnen van een incasso, ze zijn emotioneel, ze willen uiteraard hun huis niet verloren, ze staan onder grote stress, ze kijken naar die website, dat ziet er op het eerste zicht misschien wat legitiem uit, en vaak is het dat niet. Dus als er inderdaad zo'n website is, is het altijd interessant om te blijven zoeken op die website. Staan alle contactgegevens op? Staat daar een e-mail op? Staat daar andere contactgegevens op? Altijd twee verplicht, bijvoorbeeld. Staat daar KBO-nummer op? Staat daar de FOD Financiën op? FOD Economie, excuseer. Dus je kan heel veel vinden op zo'n website, met name dat er eigenlijk heel weinig op staat. Ook de 15 jaar lange ervaring. Deze website was toen 2 weken oud, toen we de melding binnenkregen. Dus dat is iets dat u online kan opzoeken. DomainIQ bijvoorbeeld. Belgische website is dns.be. En voor EU-website is het eurit.be. Ik kan u perfect de naam van de website intikken. En op die manier weet u de leeftijd van de website. Dus ja, 15 jaar ervaring en de website bestaat 2 jaar. Dat is vreemd. Voilà. Dat is dan wat dat betreft de website. Hier hebben we een getuigenis van een slachtoffer. En nu hoop ik dat dat werkt. Ik zal anders vertellen wat er in het filmpje normaal moet terechtkomen. Het is een filmpje van onze website Trap niet in de val. Dat is sowieso interessant om te bekijken nadien. Het is vorig jaar gelanceerd en gaat onder meer over bijvoorbeeld vriendschapfraude, maar ook over fraudeleuze incassos. En daar vindt u onder andere tips op, FAQ's, maar ook onder andere dit filmpje, waarin eigenlijk een man zegt dat zijn buurvrouw dergelijk bericht had gekregen, dat ze dreigde met beslag, dat die vrouw echt wel in paniek was. En mocht die buurman niet hebben geholpen, dan had er wel vermoedelijk betaald geweest. En de getuigenis duidt eigenlijk van de professionele manier waarop men communiceert en brieven maakt en websites maakt en dergelijke meer. Want wij hebben nu een redelijk beperkte website gezien, maar af en toe is het enorm, enorm moeilijk om vast te stellen of het fraudeleus is of niet. Maar dat kunnen we dus achteraf perfect zelf bekijken. Hier zitten we nu uiteindelijk bij de definitie van wat is juist een fraudeleus incassobureau. Namelijk personen die zich bedrieglijk voordoen als incasso's, gerechtsdeurwaarders of advocaten en zich niet houden aan de wet betreffende minderlijke invordering van schulden van de consument. Dat is op zich een zeer logische definitie, maar het is er één. Wat betreft het aantal fraudeleuze incasso's, kan ik u zeggen dat wij ongeveer per week een nieuwe naam te weten komen. Dus dat zijn er behoorlijk wat. En vorig jaar hebben we 1846 meldingen gekregen wat betreft fraudeleuze incassos. Voor in totaal dacht ik een 120.000 euro schadevergoeding ongeveer. En daarbij is het toch wel belangrijk te weten dat we eigenlijk maar een heel beperkt aantal meldingen binnenkrijgen van de effectieve slachtoffers. Dus het reële, het echte cijfer is uiteraard vele malen groter dan wij kunnen zeggen. Maar het gaat dus toch wel over een redelijk groot fenomeen dat aanwezig is in onze samenleving. Nu, wat is het? Vaak zijn het dezelfde mensen of criminele organisaties, waarbij zowel de oorspronkelijke schuldeiser of het fraudeleus incasso fictief zijn. Hè, dat bestaat niet. En de nieuwe namen en websites en e-mailadressen die worden eigenlijk enorm snel gereproduceerd. Hè. Dus wij gebruiken onder meer pasoplichting bijvoorbeeld en de grijze lijst voor de fictieve, fraudeleuze incassobureaus om de mensen eigenlijk te waarschuwen. Dus dat zijn sowieso twee zaken die u regelmatig mag controleren of zelfs liken op Facebook, de pasoplichting. Op die manier krijgt u altijd uit eerste hand de nieuwste namen van de fraudeleuze incassos weg. Maar het gaat dus snel. Het gaat dus snel. Nu, misschien toch ook nog even kort. Ik heb al een paar keer het woord melding vermeld. Als wij meldingen binnenkrijgen van burgers of ondernemingen, wat doen wij daar dan juist mee? We gaan uiteraard controleren of dat het fraudeleus is en ingeschreven is en dergelijke meer.
We gaan de bevolking waarschuwen via bijvoorbeeld een pasoplichting, eventueel op een grijze lijst zetten. Maar we gaan ook uiteraard de telefoonnummers controleren, de bankrekeningen controleren, uitnodigen tot verhoor en het opmaken van een PV. Dus dat zijn wel onderzoeken die we voeren. De volgende website. Ja, hoe kom je ermee in aanraking? We hebben al een e-mail gezien. Uiteraard via ongewenste telefoontjes, via e-mail, ongevraagd aanbellen. Dus effectief bij de mensen thuis gaan aanbellen. Dat is toch nog een categorie hoger, lijkt mij. Maar dat gebeurt wel. Het is daarbij toch wel belangrijk te weten dat u dat altijd mag weigeren. Dus als u weet heeft dat er bij slachtoffers dat ze proberen aanbellen, dat ze ermee gedreigd hebben, u mag dat altijd weigeren. Dat mag uiteraard ook niet na 10 uur en voor 8 uur 's morgens. En er zijn eigenlijk best wel wat procedures die men moet volgen voor alleen wat men kan. Men moet zich kennis geven uiteraard. Maar u mag dat altijd weigeren en ook op eender welk moment onderbreken en de mensen naar huis sturen. Het is redelijk ingrijpend. We krijgen daar niet veel aanmeldingen van, maar het gebeurt wel. SMS'en ook, dat zien we ook. En van de e-mail en de sms'en gaan we ook een voorbeeld zien. Dit is een e-mail van zogezegd de federale overheidsdienst Financiën. Dat kunnen we uiteraard ook invorderen, als u op het eind van het jaar terug moet betalen. Ik weet niet of dat voor jullie helemaal duidelijk is, voor mij is het hier iets minder scherp. Maar het adres is sowieso vreemd, dat is administratie@fod-administratie.info. Dat is een redelijk raar e-mailadres voor een overheidsdienst. Ook het tijdstip waar het op is verstuurd is 5:32 s'morgens. Ik wil zeker geloven dat de inspecteurs van de federale overheidsdienst Financiën heel hard werken. Maar op 5:32 lijkt mij minder realistisch. Of toch weinig. Dat is eigenlijk al een eerste indicatie. Hè. Ik heb daarnet ook gezegd, na 10 uur 's avonds en voor 8 uur 's morgens mag men niet aanbellen bij u aan de deur. Maar dat geldt ook voor telefonische oproepen. Dus dit kan eigenlijk al zeker niet. Bovendien zien we de 2020 hier. Dat is een zeer raar lettertype. En we zien dat ook terug bij bedrag en te voldoen voor. Dus het is een heel rare manier van typen en iets dat de overheid ook nooit zou doen. Bovendien zou de overheid in dit geval ook verwijzen naar MyMinFin, uiteraard. In deze link zit ook een betaling en u zou dan direct naar uw bank gaan om te betalen. Dat is een zeer bizar bericht, maar in de media is het ook al een aantal keer gekomen. Meer dan 5000 van deze berichten zijn verstuurd geweest. En we hebben er ook best al wat meldingen van binnengekregen. Een volgende SMS. Dat is eigenlijk hetzelfde dossier. En dit is dan gewoon via SMS. En dan waar men dan vraagt van gelief dit bedrag op te sturen. Nu, we hebben daar net al gezien wat er allemaal aan aanbreekt. De som wordt niet geduid en dergelijke meer. We onthouden hier vooral dat er gedreigd wordt met beslag als hij niet onmiddellijk betaalt. Want, dat ben ik nog vergeten te zeggen, de datum is 19 mei en je moet op 21 mei betalen. Dus je krijgt 3 dagen om de deurwaarder tegen te houden, wat uitzonderlijk weinig is. Dan, hoe herkennen we het? Je kan het uiteraard nagaan op de grijze lijst. Staat het erop, dan weet u eigenlijk per definitie dat het fraudeleus is. Uiteraard kan u het ook nagaan op de officiële lijst van bedrijven die schulden mogen in op de website van de FOD-economie. Dat is redelijk eenvoudig ook te vinden. En ik raad u dat zeker aan om te doen. Want dan weet u direct, dit is niet in orde. Zelfs als het een legitiem bedrijf zou zijn dat om een of andere reden zich niet heeft ingeschreven, weet u dat u niet moet betalen, want het is niet ingeschreven. Zij mogen in België niet invorderen. Ook de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders is een belangrijke bron. Deurwaarders, zoals u weet, mogen ook aanmiddellijke invordering doen. Vandaar ook dat zij moeten zeggen dat het een aanmiddellijke invordering betreft, om de verwarring tegen te gaan. En ook bij de advocaten, kan u terecht bij de orde van advocaten. Als u ook bovendien opgebeld wordt voor u een schriftelijke ingebrekenstelling hebt ontvangen, ook een aanmaningsbrief of dergelijke, eigenlijk eender welke communicatie u krijgt voor het ontvangen van een ingebrekenstelling, is foutief. En elke invordering start bij een ingebrekenstelling. Dat is eigenlijk heel belangrijk dat dat daarop staat. Dat is een belangrijk document en we zien dat het daar redelijk vaak gewoon niet op staat. Dat is al de eerste indicatie. Bovendien is het ook verplicht informeren en bewijzen dat er een openstaande schuld is. Met andere woorden, als u telefoon zou krijgen of een van de slachtoffers telefoon zou krijgen en men vraagt naar informatie en men reageert daar redelijk agressief op en die dreigt u af,
dat is al geen goed teken. Men moet dus verplicht informeren, men moet u zeggen over wat gaat het. Je zal merken bij legitieme incassobureaus en legitieme deurwaarders, dat men eigenlijk blij is dat u de telefoon opneemt, dat u in correspondentie gaat met hem, in communicatie gaat met hen, en dat men tot een compromis wilt gaan. Het voordeel van voorbeeld van de deurwaarder stond ook heel bewust op. Als u niet kan afbetalen, hier zijn de contactgegevens, u bent welkom, u mag bellen en dergelijke meer. Dus men zoekt contact en men gaat u zeker niet afdreigen. Nu, hoe herken je een schriftelijke ingebrekenstelling? Sowieso moeten de volledige identiteit, het ondernemingsnummer, het adres en het telefoonnummer van de schuldeiser daarop staan. Als u simpelweg een referte is niet voldoende. Het moet redelijk volledig zijn. Dan ook de naam of de benaming, het adres, in dit geval het ondernemingsnummer van de persoon die tot minderlijke invoering overgaat. Evenals de gegevens van de bevoegd toezichthouder, namelijk de FOD-economie. Dat moet daar altijd standaard op staan. We zien dat dat niet altijd gebeurt, maar dat zijn dus allemaal indicaties. Het ontstaan van de schuld, datum en factuurnummer. Meestal vinden we dat wel terug, maar alleen zegt dit niets. En een duidelijke omschrijving en een verantwoording van aangerekende bedragen. Ook daar zien we heel vaak inbreuken in, dat men inderdaad die opsplitsing niet maakt. Dus, voilà. Hoe herken je dan wederom een schriftelijke ingebrekenstelling? Uiteraard, als u niet direct antwoordt en men gaat over tot verdere maatregelen of beslag, dat is al een probleem. Uiteraard is het vermelden niet bijzonder. Hè? Men mag wel vermelden, als u niet reageert, zijn we gedwongen tot, worden we gedwongen tot. Maar men kan niet zeggen binnen 3 dagen. Deze brief betreft een middellijke invordering en geen gerechtelijke invordering. Er is ook iets dat daar verplicht moet opstaan, indien het betreft om het ministerieel ambtenaar, deurwaarder of advocaat. En we zien dat dat zelden gebeurt. Hè. Dus fraudeleuze incassobureaus goochelen vaak met logo's zoals een weegschaal, maar zetten ook heel vaak de term deurwaarder in hun communicatie. Hè, zij doen alsof zij deurwaarder zijn, maar zij vergeten altijd dit erbij in te zetten. Dus vanaf dat u die koppeling ziet, deurwaarder en niet deze melding, mag u eigenlijk ervan uitgaan, hier klopt iets niet. Dat wil niet zeggen dat er geen enkel legitiem incassobureau of deurwaarderskantoor die fout kan maken. Dat gebeurt soms. Maar globaal gezien klopt het niet. En mag je zeggen, hier klopt iets niet, het is fout. Hier moeten we meer onderzoek naar voeren. Ik heb het ook al een stuk aangehaald. Hè. Een incassobureau dat dreigt met huisbezoeken na 22 uur en voor 8 uur 's morgens, dat is uiteraard niet oké. Wederom om bellen, men mag je niet 's nachts gaan belagen met sms'en of telefoons. En onderstaande, dat zijn uiteraard ook zaken die als verdacht mogen beschouwd worden. Hè. Als buitenlandse rekeningnummers, als men vraagt om in cryptomunten te betalen, via PayPal, ook MoneyGram zien we geregeld terugkomen. Ja, dat zijn allemaal bijzondere zaken. Hè? Want als bijvoorbeeld men vraagt om in cryptomunt te betalen, dan zal u merken dat aan de telefoon men zeer behulpzaam is om u dat proces uit te leggen. Maar vanaf dat u vraagt over wat gaat de schuld eigenlijk, dat plots de communicatie heel anders wordt. Dus interessante gesprekken, dat wel. Hier hebben we dan nog eens een voorbeeld, want we gaan nu testen of u alles hebt opgenomen. Wederom, wij zien niet wie wat antwoordt, dus u bent zeer vrij te antwoorden. Ik laat u nu terug deze brief zien. Ik heb hem toch wel besproken. En de volgende vraag is van, wat staat hierop of wat ontbreekt er? Ja, dus u hebt nog eens goed naar de brief kunnen zien. En de vraag is, hè, wat ontbreekt er? En u mag uzelf, ik kan niet volledig alles aflezen, maar nu mag u zelf de keuze maken. Ik krijg daar wederom een minuut voor. Ja, de brief opnieuw tonen. Op. Een 20-tal seconden. Voilà, de vraag is gedaan. Eigenlijk vrij simpel. Enkel de weegschaal is uiteraard
niet aanwezig. En dat was ook geen probleem dat dat niet aanwezig was. Al de rest is inderdaad problematisch. Dus ik kan nog niet zien of jullie heel goed hebben opgelet, maar ik ga daar wel vanuit, uiteraard. Maar dus, er zijn ontzettend veel zaken die daaraan ontbreken. Dus als u zo'n brief krijgt, het is duidelijk dat jullie goed op de hoogte zijn al van de problematiek. En dat er eigenlijk voldoende elementen zijn, want zelfs al kent u er maar 1, 2 of 3 zelfs van, dat is eigenlijk al voldoende. Je hebt maar 1 of 2 keer prijs nodig om vast te kunnen stellen, dit is verdacht, ik moet misschien verder onderzoeken. Dan vraagt ook niemand dat u dat van buiten leert. Maar zoek dus wel toch naar een aantal elementen. Als er dan toch 1 is die ik echt mag naar voren schuiven is, bekijk het of dat ze op de lijst staan, of dat ze op de lijst staan van de FOD-economie. Het is heel simpel, je moet niet zoveel werk doen. Die lijst is zeer toegankelijk. Ook Ctrl-F kan u direct zoeken. En u weet eigenlijk binnen de minuut of dat het frauduleus is of niet. Hoe het te vermijden, zoals gezegd, ingeschreven bij de FOD-economie. De valse website toch wel gaan bekijken. Het is altijd interessant, omdat er ook heel veel fouten op staan. Als u een beetje begint te zoeken. Uiteraard te dreigen met onjuiste juridische gevolgen. Als ze maar 3 dagen geven om beslag tegen te houden, dan weet u dat het eigenlijk niet oké is. En ook de grijze lijst van de FOD-economie. Als het al reeds gekend is bij ons, en we vaststaan dat het frauduleus is, kan u daar direct op kijken en zien of het een frauduleus incasso is. Hoe te vermijden? U kan dat betwisten. Uiteraard een frauduleuze schuld gaan betwisten bij een frauduleus incassobureau, u hoort het. Dat heeft niet zo heel veel zin, maar onderschat toch de psychologische waarde daar niet van. Enerzijds, u kan zich altijd vergissen, dat kan. En anderzijds, de psychologische daarvan is enorm. U kan dat via mail doen, maar ik zou het eigenlijk niet aanraden, omdat op die manier de fraudeurs ook weten dat het e-mailadres gebruikt wordt. Dus u zal dan verder belaagd worden, dus dat is misschien minder interessant. U zou het via brief aangetekend kunnen doen, maar dan bent u ook kosten kwijt. Dus gewoon per brief zou ook kunnen, lijkt mij. Maar dat is een keuze die u dan moet meenemen of het slachtoffer moet nemen. Maar er zijn bedelbrieven op de website van de FOD-economie. U kan ook raad vragen bij een OCW, een STAW of een advocaat. Maar gewoon de betwisting voeren of zeggen, ik weet niet waarover u het heeft. Ik zou graag die informatie hebben. U zet op papier. Voor een slachtoffer is dat van enorme waarde dat hij een dergelijke document in zijn handen heeft. Want ja, vaak verstaan ze het niet altijd. Of is het moeilijk om daar een onderscheid te maken, is het echt, is het niet echt. Maar nu hebben ze wel een bewijs in hun handen dat ze dus iets hebben gedaan. Dus mocht daar toch iets van komen, dan kan men altijd zeggen van kijk, we hebben dit gedaan en we hebben daar geen reactie op gekregen. Dus psychologisch mag men dat niet onderschatten wat het kan zijn. Hoe als slachtoffer reageren? Uiteraard, als u zeker bent, verbreekt de communicatie. Hè. Het is bij twijfel dat u zo'n document kan opstellen, maar als u zeker bent, dit is frauduleus, ga dan inderdaad geen contact opzoeken. Het adres dat zij hebben opgegeven bestaat waarschijnlijk wel, maar is niet gelinkt aan het incassobureau. U kan ook onmiddellijk contact opnemen met de bankstelling, als u betaald heeft, uiteraard. Zij hebben daar ook een rol in, zij gaan dat nakijken, eventueel stoppen als u betaald heeft, maar ook de andere bank inlichten van kijk, hier is iets mis, kan u dat onderzoeken. Uiteraard, als u dat wenst, een melding maken op het meldpunt belgië.be, dan komt dat bij onze dienst terecht en kunnen we dat gaan onderzoeken en kunnen we eventueel ook een pasoplichting opzetten op Facebook of op de grijze lijst. En word je bedreigd, uiteraard aangifte doen met de lokale politiezone. Zeker bij huisbezoeken, als ze dreigen met huisbezoeken, kan dat wel eens interessant zijn. Preventie. Ik heb pasoplichting al een aantal keer gezegd, dat is dus de website, de Facebookpagina. Daar komen ook andere zaken dan frauduleuze incassos op. Natuurlijk ook webshops en dergelijke komen daar op te staan. Soms ook tips en tricks. Dat is zeker interessant. We hebben niet heel veel mensen die zich daarop hebben aangesloten, maar het loont echt wel de moeite. Ook de grijze lijst hebt u de link. En de website Trap niet in de val, vorig jaar gelanceerd in het kader van onder andere frauduleuze incassobureaus. Er staat ook zeer veel informatie op. En dan zijn we er. Dus als u nu nog vragen heeft, dan kan ik u zich altijd stellen. En dan zal ik daar het beste vermogen op antwoorden. Alvast bedankt. Ik heb ook geen idee dat er nu vragen worden gesteld. Ah, wacht. Hier is het voorbeeld van financiën ook een voorbeeld van phishing? Of moet het slachtoffer een overschrijving doen, dus valse factuur? Dat kan zeker ook gezien worden als phishing. Het reageren
is uiteraard, als u reageert op dergelijke fraudeleuze berichten en dergelijke meer, ja, dan heeft men ook uw gegevens. Als men bijvoorbeeld naar een website gaat, hè, want vaak is het zo, je krijgt dan zo een bericht van de FOD Financiën, je wordt dan doorgeforward naar een andere weblink. En op die website lijkt het alsof u op een website zit van een bank die u kent. Zeer goed nagebouwd vaak. En op die manier gaat u ook gegevens ingeven natuurlijk. U gaat uw kaartnummer ingeven, u gaat eventueel met uw bakje de code ingeven op zoiets. En op die manier krijgt men toch wel al die informatie. Dus vaak is er wel een combinatie van de fraudemenen aanwezig. Ook bij het vorige thema, besproken door Jelle van Loo, als men die informatie geeft, op die manier geeft u ook uiteraard... Allez, als u die informatie doorgeeft om een iPhone te winnen, op die manier geeft u ook die informatie door, natuurlijk. Hè. Op die manier geeft u die informatie aan de fraudeurs, die men ook kan gebruiken voor minder fijne zaken. Ook als u bijvoorbeeld uw bankrekening doorgeeft, ja, dat kan ook wel gebruikt worden in andere fraudefenomenen, uw bankrekeningnummer dan. Dus toch wel mee oppassen als u gegevens doorgeeft. Liever niet. De volgende vraag is, moet de officiële ingebrekenstelling steeds via de post gestuurd worden of is het via e-mail ook rechtsgeldig? Dat is niet verplicht om het via een aangetekende zending of dergelijke te versturen, maar het is wel wenselijk. Omdat de termijn van 15 dagen begint eigenlijk pas te tellen vanaf het verstuurd is. Maar als je natuurlijk geen aangetekende zending hebt verstuurd, wanneer heb je dat dan wel verstuurd? U kan daar als datum opzetten wat u wenst natuurlijk. Eventueel zou u nog de stempel van het postkantoor kunnen gebruiken op de postzegel, maar ook dat is niet altijd een garantie. Dus aangetekend is vaak beter voor de ingebrekenstelling vanuit het incassobureau, wel te verstaan. Er zijn ondernemingen die dat ook via e-mail zouden kunnen doen, maar dat zijn apart, die moeten daar apart een goedkeuring voor hebben. In praktijk zien we toch dat het vooral aangetekend wordt gestuurd. Voilà. Ik hoop dat dat een antwoord op uw vraag was. Als er nog vragen zijn, mogen jullie die zeker stellen. Ik weet niet wat er nog vragen zijn. Misschien dat er ook gewoon een signaal kan gegeven worden dat men nog bezig is met het typen en dergelijke meer. Het feit dat de microfoons afstaan is natuurlijk iets minder eenvoudig om in interactie te gaan met elkaar. Het is ook niet dat jullie kunnen wuiven of zo, want ik zie jullie niet. Nee, oké. Okay, ik zie niets meer verschijnen. Nee. Dan denk ik... Nou, wacht. Ah, oké. Okay. Voilà, oké. Okay. Geen vragen meer. En, bedankt dat u het interessant vond. Ik hoop dat u er iets aan hebt gehad. En als u de PowerPoint krijgt, zeker ook de links eens bekijken. Ook de pasoplichtingpagina op Facebook, zeker liken. U krijgt daar ongelooflijk veel informatie bij. En u krijgt eigenlijk de fraudeleuze incassos gevoed, als het ware. Voilà, dan wens ik jullie allemaal te bedanken. Voor jullie aandacht. Als jullie nog vragen zouden hebben waar het misschien een uitgebreider antwoord op zou kunnen geformuleerd moeten worden, u kan ons altijd bereiken op onderstaande e-mails. En dan zullen wij u met veel plezier verder helpen. En dan dank ik u voor uw aandacht en uw massale opkomst. Nou, eens blijven.